ben Meerte Snoek, ik ben productontwerper bij Field Factors en projectleider. En ik wil je wat vertellen over Blueblocks, onze innovatie. De uitdaging die wij zien de laatste tijd, vroeger moesten we dit nog uitleggen, maar voor de meeste mensen is dit nu bekend. Klimaatverandering zorgt voor hevige regenval en ook voor droge periodes, zoals we hebben gemerkt. En wij zien in deze uitdaging eigenlijk een oplossing, namelijk geen overlast, maar aanbod. En geen droogte, maar een watervraag. En we proberen die aan elkaar te koppelen. Met ons product Blueblocks, daarmee maken wij van regenwater een nieuwe zoetwaterbron. Het huidige systeem is gebaseerd op al het water zodra het valt zo snel mogelijk afvoeren. En het daarmee eigenlijk het probleem van het waterschap maken. Nou, oppervlakte met riool. En wij vinden het zonde, we willen het eigenlijk gebruiken. Daarmee willen we eigenlijk een beetje de natuurlijke watercyclus herstellen. Dus het water dat we dat valt, dat vangen we op, dat slaan we tijdelijk op en dat kunnen we dan weer hergebruiken. En nou, hoe doen we dat precies? Zoals gezegd, we vangen het op, we zuiveren het, omdat we aan een infiltratiebesluit moeten voldoen. En dan slaan we dat lokaal in de stad op. Dat doen we niet in een tank, dat doen we gewoon onder de grond, 20 meter diep, in een zandlaag. We doorlaten een zandlaag en daar creëren we gewoon een zoetwaterbel. En ik denk dat ik de werking het beste kan uitleggen aan de hand van ons eerste project. Onze pilot bij het Sparta Stadion in Rotterdam, daar staat hij al. Dus wat we doen is, we pakken al het water van dit hele gebied, dat is zo'n 4 hectare. Dat slaan we tijdelijk op. Dat doen we op deze locatie in een krattenbuffer. Die is ruimtelijk geïntegreerd in het veld, omdat de ruimte in de stad schaars is. We proberen dat zoveel mogelijk altijd te combineren. Vervolgens hebben we onze voorzuivering. We maken gebruik van nature-based solutions. Dus we hebben een natuurlijke biofilter. Een combinatie van een hele fietenfilter en een langzame zandfilter. En op deze manier kunnen we hele mooie kwaliteit water krijgen om vervolgens ondergronds op te slaan. En ja, van het ondergronds opslaan, dat zie je dus niet. Dat zit onder de grond en de technische installaties passen we eigenlijk zo in de stad dat je daar ook nog wat moois mee kan doen. Dus hier hebben we een speelelement voor kinderen gezet naast de bron. Ja, en wat kun je daar nu mee? Water besparen, water gebruiken waar je anders drinkwater voor zou gebruiken. Wat eigenlijk heel erg zonde is. Dus bij het Sparta Stadion wordt het veld nu besproeid met regenwater. Dus wat we eigenlijk proberen te doen is die waarde van water daar anders naar te kijken. En ook in de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt daar juist de kansen te zien en die aan elkaar te koppelen. En we zijn eigenlijk op zoek nu naar nieuwe projecten. We hebben Sparta hebben we opgeleverd. Dat doet het erg goed. De biofilter geeft mooie resultaten. Dus we mogen daar infiltreren en ook weer opbrengen. We zijn bezig hier in de buurt om te kijken of we het water niet ook kunnen inzetten om actief grondwaterpeilbeheer te doen. Om zo te proberen inklinking tegen te gaan door het peil heel stabiel te kunnen houden. Zomer en winter. We zijn bezig met in Rotterdam om te kijken of oppervlaktewater niet door kunnen spoelen met dit schone water, waar je anders drinkwater voor zou gebruiken, om het vullen van een vijver. Dus ja, het water valt gratis uit de lucht en wij proberen daar nieuwe beweging in te brengen. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, waar zien jullie nog kansen of problemen in ons product?